Dit is het RTV Nieuws van maandag 16 april. Met deze week, politiekids aan de slag in Katwijk, plannen voor Oeverpolder gaan definitief niet door en de verbouwing van jongerencentrum De Schuit verloopt voorspoedig. Het college van de gemeente Katwijk heeft besloten om het project Oeverpolder niet verder te gaan ontwikkelen. Het braakliggende terrein tussen de Pnieuwkerk en de Kwadrant blijft er voorlopig zo bij liggen. Er zijn allerlei ontwikkelingen met betrekking tot het gemeentelijk vastgoed. Als we nou de omgeving ook nemen van de Hornes, dan zijn er ontwikkelingen rondom Tripodia, er zijn ontwikkelingen rondom de bibliotheek. Wij zijn erg bang dat wij straks eigenlijk met te veel leegstand zitten van gemeentelijk vastgoed. En in dat kader denken wij dat het niet verstandig is om nieuwe ruimte erbij te bouwen. Omdat wij eigenlijk voorzien dat er op relatief korte termijn gewoon echt ruimte vrijkomt. En daarnaast moeten wij, en dat is algemeen bekend, ook goed op het geld letten. En het bleek dat het project structureel erg veel geld zou kosten. Dus die twee redenen bij elkaar, de ruimte die beschikbaar komt en het geld, heeft ertoe gezorgd dat wij pas op de plaats maken en het anders proberen op te lossen. Er zou hier een multifunctioneel gebouw komen met daarin verenigingen, stichtingen en de bibliotheek. Deze verenigingen en organisaties moeten nu wat langer wachten op hun nieuwe onderkomen. Sommige organisaties die hadden al elders hun heil gezocht of waren al concreet bezig met andere plannen. Echter, als ik bijvoorbeeld denk aan de wijkvereniging, dan is dat, besef ik mij dat het een hele zure mededeling is die het college heeft gedaan. Voor de wijkvereniging denk ik dat wij op relatief korte termijn een andere oplossing moeten zoeken. Want de vraag voor een ander en gemoderniseerd onderkomen, die blijft natuurlijk nog steeds aanwezig. Nou ging de Zanderij niet door, nu blijkt dat de Oeverpolder niet doorgaat. Heeft u ook niet het idee dat de verenigingen zich misschien aan een lijntje gehouden voelen? Ik kan me dat op zich wel voorstellen, maar we doen dit echt met de beste intenties. En ook beste intenties met betrekking tot de gemeente. Het kan toch niet zo zijn dat we straks overal leegstand hebben en dat we dan nieuwe gebouwen gaan bouwen die weer voor meer leegstand zorgen. En daarnaast, wij zijn druk bezig met een enorme bezuinigingsoperatie. En dan vind ik ook dat de gemeente ook goed op de uitgaven moet letten. En dat samen maakt dat dit besluit om niet door te gaan met het project Oeverpolder, dat dat een heel verantwoord besluit is. Nieuwe plannen voor een multifunctioneel gebouw of waar verenigingen terecht kunnen, is er nog niet. Er zijn nog niet echt nieuwe concrete plannen. We hebben net opdracht gegeven, een projectopdracht, dat heet Katwijk in de Kern. Dat al het vastgoed en alle accommodaties die worden onder de loep genomen en gekeken ook waar er leegstand is en hoe we dat in gaan vullen. En net ook wat ik net noemde met betrekking tot de Hornes, Tripodia en ook de bibliotheek, die spelen daar ook een grote rol in. De uitbreiding en verbouwing van jongerencentrum De Schuit verloopt voorspoedig. Zoals jullie achter ons kunnen zien, goed. We zijn natuurlijk rond 1 februari begonnen. En tot op dit moment ligt het allemaal keurig op schema. Dus we streven naar een einddatum van 31 december, dat het opgeleverd wordt. En dan in de maand januari gaat de hele buitenboel, dus de boompjes geplant worden, fietsrekken geplaatst worden. En dan hebben wij de mogelijkheid om het pand aan de binnenkant in te richten. Waardoor de bedoeling is 1 februari open. Is dat eerder als gepland? Dat is eigenlijk precies op schema. In eerste instantie werd er gepraat over 18 maanden verbouwingstijd. Toen is het teruggebracht naar 14 maanden. En we liggen nu zelfs op een schema van 12 maanden. Dus dat zou zeker een heel eind korter zijn dan het eerste plan. Hier zien we een verdieping van 1,80 meter. Die wordt gemaakt voor een extra hoog podium en een hogere zaal. Uitbreiding wordt gedeeltelijk, ondergronds is een groot woord, maar op 1,80 meter geplaatst. Zodat de uitbouw
niet te hoog uitsteekt in het straatbeeld. Dus waardoor de uitbouw wat meer wegvalt tegen het originele pand. Want dat was wenselijk? Dat was zeker wenselijk, zeker voor de bewoners op deze hoek. Nou, u kunt begrijpen dat hoe lager de uitbouw is, hoe minder last die ervan hebben. Nu de Schuit tot volgend jaar gesloten is, kunnen de vrijwilligers niet alle activiteiten voortzetten. 16PLUS gebeurt momenteel weinig. Voor de 16-min, dus de tieners van 12 tot 16, die zitten momenteel in de Boersmazaal. Die draaien daar tienershows. Momenteel zijn we ook in gesprek met Dunavi om te kijken of we de locatie Visserijschool kunnen gebruiken, omdat het wat handiger is, wat groter. En de Boersmazaal kunnen we ook nog maar één dag gebruiken. Dus vandaar dat we in gesprek zijn en we hopen daar over een paar maanden uit te komen. Door de verbouwing zijn de succesvolle activiteiten op Koninginnedag ook afgeblazen. Ja, het is natuurlijk een bouwput en het is een stuk smaller dan normaal. Daarnaast zitten we natuurlijk met veiligheid. Ook voor qua geld stromen van ons zaten we altijd binnen natuurlijk. Voor onze inkomsten en ja, dat is nu niet veilig en verantwoord. Dus we hebben besloten om het een jaar niet te doen. De organisatie van de Schuit had graag gezien dat de jaarlijkse optredens van diverse bands door kon gaan. Maar door een strak vergunningbeleid van de gemeente Katwijk werd het onmogelijk om de optredens ergens anders plaats te laten vinden. We hadden eigenlijk de hoop dat we Koninginnedag hier nog wel zouden kunnen vieren. Maar uiteindelijk gingen we dus begin februari dicht. Toen hebben we gezocht naar een andere locatie, kwamen we uit op het Strandplein. Nou, dat ging niet door, omdat daar maar 2 evenementen per jaar mogen worden gegeven. En die worden er al gegeven. En we konden wel een vergunning aanvragen, maar was niet zeker wat de uitkomst was. En ja, we zitten natuurlijk met kosten voor bands, PA, alles. En dat risico wilden we niet lopen. Volgend jaar zullen de activiteiten zeker doorgaan en dan zal de Schuit er zo uitzien. De oorlogsmonumenten in Katwijk zijn weer overgedragen. Het gaat om monument De Leeuw en het monument op de Joodse begraafplaats. Deze monumenten worden elk jaar door een andere Katwijkse school geadopteerd. Afgelopen jaar is het oorlogsmonument De Leeuw door de Rutgerschool geadopteerd. De Duinroos, locatie Zanderij, neemt de adoptie voor het komende jaar over. Het oorlogsmonument op de Joodse begraafplaats ging van de Van der Bruggenschool naar de Rehobotschool. Bij het project Adopteer een monument adopteren elk jaar 2 scholen de 2 oorlogsmonumenten. Het doel is de jeugd meer inzicht te geven in de wezenlijke waarde van het begrip vrijheid en in historische en hedendaagse ontwikkelingen die een bedreiging vormt voor de fundamentele waarden van ons democratisch systeem. In Katwijk gaan tot december politiekids aan de slag. Ze gaan ouders bewust maken van hun rijgedrag rondom scholen. Want het rijgedrag bij ouders die hun kinderen naar school brengen is beneden modaal. Rondom elke school is het wel de verkeersveiligheid te wensen overlaten. En dat is dan maar voor 5 minuten, hè? 10 minuten, dat zeggen we allemaal. Hè? Maar een ongeluk, dat is een fractie van een seconde. En dat zit niet in 3 minuten en 5 minuten. En we zijn de hele dag zijn we bezig om onze kinderen veilig onder te brengen. Naschoolse opvang, voorschoolse opvang, opa, oma, tante. Alles wordt ingeschakeld om die kinderen een veilige omgeving te geven. Maar tussen 8:15 en 9:15 lijkt het alsof dat niet zo heel erg belangrijk is. En dat vinden wij wel belangrijk. Dus we zijn gaan vragen aan de kinderen, waar hebben jullie nou last van? De kinderen hebben zelf alles opgenoemd. De auto op het trottoir, de auto die tegen de richting aanrijdt, de fietser op het trottoir. Zou dat niet een beetje raar overkomen als een kind een ouder gaat vertellen? Ja, dat mag niet. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het juist de-escalerend werkt als een kind een ouder aanspreekt. Als wij dat doen, dan hebben ze gezegd, ja, het is toch dat uniform en van ja, ik heb haast en waarom? En ik denk als kinderen, bewust, de ouders aanspreken, dat het ja, ik denk veel beter overkomt. Ze hebben in Amsterdam deze proef al gedraaid en daar is gigantisch succes geworden. Dus nou, Amsterdam is een hele grote stad, waar toch de mentaliteit nog iets anders is dan hier in Katwijk. En daar is het gewoon een succes. Dus ik neem aan dat hier in Katwijk ook een succes geworden. Zachtjes rijden in de buurt van onze school. Niet op de stoep parkeren, niet midden op de straat stilstaan met het alarmlicht aan. De richting aan ijs is gebruiken als u afslaat. Stop voor het zweefbare pad als wij willen oversteken. Ik geef u briefje. Ja, daar en dan verder.
Oh, dat zou ik zeker niet meer doen. Ik wist niet dat dat niet mocht. Je hebt een voorbeeldje. Dankjewel. Heel netjes. Hartstikke goed, dankjewel. Gaan we zeker doen. Wat vindt u nou van deze actie? Erg goed. Erg goed. Ik denk dat als kinderen doen dat de boodschap sowieso beter overkomt dan oma Gent. Dus, maar ik wist het ook niet. Dus je parkeert op de stoep en je brengt je kinderen weg. Dus dat deed volgens mij doen de meeste mensen dat. Dus nee, een goede actie denk ik. Morgen niet meer zo parkeren? Nee. Ik weet niet hoe ik het dan ga doen. Misschien op de straat staan, maar dat moet ik even in de brochure even lezen denk ik. De acties begonnen bij Christelijke Opleidingsschool. De Groen van Prinsenschool, gelegen naast een drukke autoweg, de Zeeweg, kent een van de minst veilige oversteekplaatsen voor kinderen. Ga maar kijken, de Groen van Prinsenschool, de Zeeweg natuurlijk, zebrapad. Maar die school die zet geen eens meer klaar oversteek. Kinderen die mogen niet meer op zebrapad gaan staan. Automobilisten rijden, er zijn automobilisten die rijden gewoon door. Dat is absurd toch? Ik weet dat ik vroeger nog gewoon op de weg kon staan met mijn bordje en dat elke automobilist... Kinderen zijn weggehaald. We doen niet meer oversteekhulp, hebben we niet meer. Kinderen moeten maar kijken hoe ze er komen. Dus je hebt zat scholen waar er wat aan de hand is. De kinderen hebben een training gekregen om volwassenen te benaderen over hun fouten in het verkeer. Een zes, zevental auto's laten komen op het Marktplein in Katwijk hebben we ervoor gebruikt. Kindertjes staan er, die oefenen met het gesprek. Want het is die eerste keer iemand aanspreken, is hartstikke lastig. Ik weet niet dat ik voor het eerst begon. Vond ik het ook lastig om de eerste keer die bekeuring te snijden. En dat hoor ik van alle collega's. Ja, dat is lastig. Dus voor die kinderen is het extra lastig. Training, zes, zeven auto's laten komen en die kind een verhaaltje laten doen. Wilt u rekening houden met ons alsjeblieft rondom school? Het foldertje geven, daar bestaat een training uit. Actie wordt iedere maand herhaald en duurt tot december. Dat ga ik doen. Als jullie nou even uitstappen, jongens. Wil jullie een foldertje erbij? Dankjewel. Tja. Voorbij de rest. Dankjewel. Doei. Tot zover het RTV Nieuws van deze week. Voor meer nieuws gaat u naar nieuws.rtvkatwijk.nl. Tot volgende week.